Welkom bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen. In dit gebouw voor de technische natuurkunde werken dagelijks studenten en onderzoekers aan de nieuwste technologische innovaties. Wij gaan hier binnen straks op zoek naar het Van Leeuwenhoek Laboratory for Advanced Imaging Research. Dit lab is speciaal opgezet als samenwerking tussen het bedrijfsleven en de afdelingen Quantum Nanoscience en Imaging Physics. Hier wordt onderzoek gedaan met, maar vooral ook naar, de nieuwste afbeeldingstechnieken en instrumenten, voornamelijk binnen die microscopie. Als jullie met me meegaan, vertel ik daar nog veel meer over. We zijn inmiddels in de faculteit. En voordat we bij de onderzoeksruimtes naar binnen gaan, zou ik het graag eerst even willen hebben over het verhaal van de microscopie door de jaren heen, afgebeeld op de poster achter mij. Dit verhaal begint bij Anthony van Leeuwenhoek, die in 1632 met zijn verbeterde lenzen en zelfgebouwde microscoop kleine beestjes in het slootwater weet te ontdekken. En de ontdekking van deze kleine beestjes, die we microben zijn gaan noemen, was dan ook alleen mogelijk door deze innovatie waar Van Leeuwenhoek verantwoordelijk voor was. We zijn inmiddels al vele generaties verder dan deze lichtmicroscoop. Zo was Bart-Jan Lepolen, ook achter mij op de poster, verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de elektronenmicroscoop. En het is dan ook met deze microscoop dat we weer veel verder op het preparaat kunnen inzoomen op datgene wat we nou eigenlijk willen onderzoeken. Zoals te zien valt bestaat het FLAIR uit vele onderzoeksruimtes, elk met een eigen testopstelling. En binnen deze testopstellingen wordt dan weer gebruik gemaakt van prototypes die worden ontwikkeld binnen de faculteit Technische Natuurwetenschappen. En deze prototypes die worden dan weer verbeterd met de hulp van buitenaf aan de hand van bedrijven, maar ook met de eerder genoemde academische partners. Om de werking van een microscoop uit te leggen, gaan we eerst even kijken naar de werking van een lichtmicroscoop. Deze werkt uiteraard aan de hand van licht. En dat licht wordt geschenen op het preparaat, in dit geval een wesp. Die willen we gaan onderzoeken. En aan de hand van die verlichting kunnen wij beelden genereren. En aan de hand daarvan kunnen we dan weer onderzoek doen. We zullen inzoomen op het oog, op de haren van de wesp. En op die manier krijgen we een beeld dat ongeveer 2000 keer vergroot is. Omdat het beeld van de lichtmicroscoop niet genoeg ingezoomd is voor nu, gaan we de wesp verder onderzoeken aan de hand van de elektronenmicroscoop. En om dat te doen stoppen we het preparaat in de microscoop, zorgen ervoor dat de ruimte helemaal tot vacuüm wordt gezogen en kunnen we nog veel verder inzoomen op bijvoorbeeld het oog, maar ook de haren op de wesp. En deze haren die zijn zo'n 1 micron dik, zoals je kunt zien. En dat betekent dus dat we nog veel gerichter en veel duidelijker onderzoek kunnen gaan doen naar, in dit geval, de wesp. En dat werkt ongeveer als volgt. Je hebt een metaalpunt, die wordt onder hoge spanning gezet, waardoor de elektronen in deze metaalpunt versneld worden en zelfs gebundeld raken. En aan de hand van die bundel, door die op een preparaat te richten, kan daarmee een heel exacte weergave van de werkelijkheid gemaakt worden. Zoals we hebben kunnen zien gaan de nieuwste technologische innovaties samen met het nog beter kunnen ontdekken van de wereld om ons heen. En dat allemaal in het Van Leeuwenhoek Laboratory for Advanced Imaging Research.